Ibisevic. Kubo hier in Sassari, goede infiltratie. En dan maakt hij het zelf af. Bijna. Want Pinto met een hele goede reflex. Hele mooie beweging. Ah, Sarri toch al het begin ervan. Tempo te laat hier. Dat gaat hem geel kosten. Het is meteen rood zelfs. Clément Tempo. Ah, hij is gewoon te laat. Een platse voet op die van Perbet. Met een man minder zijn dit momenten waar je wat moet zien mee te doen. Saglik. Ah, heel goed aangesneden en dat draait gewoon rechtstreeks binnen. Het is 0-1 voor Sporting Charleroi. Een doelpunt van Enes Saglik. En dit is buitenspel. Ook al komt er niemand aan, toch zijn ze... Nemen ze deel aan het spel? Ja, ze nemen deel, hè, want je hintert in principe wel. Kijk, de Soleil die stond buitenspel, die knikt nog naar die bal, die raakt hem niet. Ja, dit is gewoon buitenspel, punt. Sorry, Kubo beweegt. En was dat de arm van Mark? Ja, zegt Laurens Visser. Ja, dit was eigenlijk een mislukte controle. Dit is nou ook heel erg streng, vind ik. Ja, maar dit vind ik dan wel strafschop. Ja, Mark, die beweging met die arm, ja, okay. Om dat misschien te corrigeren. Ja. Maar nee, dat is een reactie, ja, dat je hebt. Kubo of toch Pinto, die er al twee pakte dit seizoen, maar deze pakt hij niet. Het staat weer gelijk. Zayev kiest voor de vroege voorzet. Neto net laag. En daar niet de 2-1. Nou, Pinto er nog tussen. En dan wordt het uiteindelijk afgefloten. Azare. Zayev was in beweging. Goed gezien door Perbet. De voorzitter ook in één tijd. Kubo. Goede controle. Kubo had er 2 van kunnen maken. Prachtige actie van Yuya Kubo. Hoe hij die bal met de borst meteen... in de juiste richting duwt en dan is het toch Pinto. Zayev, de aanname is goed. Hier is Fokker. Ah, Pinto, nog bijgestaan door Mark. Het is toch wel een groot verschil, en Nico, als je aan de buitenkant blijft staan of je komt naar binnen. Kijk, je krijgt een kopkans. En Chico, wie gaat die bal eens voor doel droppen? Zo verliest daar geen kostbare tijd. En die tijd hebben ze niet meer, kijk. De Straten knopt wel. Het wordt een vrije trap voor Charleroi. Geel. Nee, het is rood voor Verstraten. Ja. Het boegeroep is duidelijk. Agent is nog altijd niet zeker van Europees voetbal.